Hallo en welkom bij Cult. Ik ben Melissa Giardina en vandaag een literaire koetvoeder van je welste. Een auteur met een heel veelzijdig oeuvre dat bestaat uit nu ongeveer 120 boeken. Nee, het is niet Herman Brusselmans. Ik heb het over Willy Roggeman. Gevierd dichter, gevierd auteur, jazzrecensent, man die van alle markten thuis is. Met een heel specifieke, unieke stijl. Willy Roggeman. Van die 120 boeken zijn er zo'n 40-tal gepubliceerd. Voornamelijk de laatste jaren bij Het Balanceer. Ik heb een mooie verzameling bij elkaar gespaard. Mijn favoriet is deze bundel, Cadena, trouwens. Nu, al die bundels, een deel daarvan werd al eens verzameld in de gedichten 1953-2002. Dat was toen bij Meulen of Manteau. En nu, eindelijk, is er dankzij de gedichten 2003-2019 een verzamelde poëzie van Willy Roggeman. Je ziet het, is voldoende. Maar ik krijg er niet genoeg van. Ik heb meegeholpen aan de transcriptie van die typoscripten van Roggeman. Dat was heel leuk om te doen. Dat voelde nog zo. Ik had het liever in een oude stoffige bibliotheek gedaan, op een echte typewriter. Maar bon, ik heb het hier gedaan, waar wij nu zitten. Zoals alles hier gebeurt, waar wij nu zitten momenteel. Zwat. Willy Roggeman, de gedichten. Ik heb geprobeerd om mijn favoriete bundel eruit te halen. Het zijn 15 bundels die bestaan uit telkens 10, 12, 15 gedichten. Het is echt prachtig. Het is een stijl die ik niet zo goed kan omschrijven. Daarom ga ik jullie straks ook gewoon een eerste deel van een bundel voorlezen. Ik zei het daarnet ook, dat vond ik nog een leuk, omdat voor mij de gedichten vaak heel muzikaal klinken, met soms een staccato ritme, op en af, alles door elkaar, chaotisch. In de muziek doet mij dat een beetje denken aan jazz. En ik denk dat het niet toevallig is dat Willy Roggeman ook een eigen Willy Roggeman Jazz Lab en een Willy Roggeman Jazz Quartet had. Hij heeft zelfs 2 LP's uitgegeven, ook via Het Balanceer. Misschien nog te krijgen. Bon, ik lees voor uit Meccano. Meccano van 2012. Dag der 12 verhoudingen. Geblazen glas aan scherven ligt zwaar op de maag. Figuur op de vloer te mijden door kindervoeten en 12-tonige tekenaars. Heb nog kristalnoten in voorraad. Onkraakbaar door tijd. Het huis staat op stelten van stilte. Het sneeuwt roet in de hersens en het hart zoekt echo in de sterfputten. Het trage verleden in het lijf. De torren, onder hun panzer houden zij de tekst als toeval schuil. Zoeken zij in slagorde de nog steeds onbekende regels van de spraakkunst des levens. Verzwonden in uithoeken waar taal nog teken heersen? Het weefsel is grotendeels ingeslapen. Uit het scherm van de verrekijk glijden de onvolgroeide doden in de bolle spiegel van hun verleden, een nieuwe vergrotende trap van vergelijking buiten verband tegemoet. Deze tekens zijn geringde duiven van een in kaart gebrachte vlucht, noordwaarts en met naaldige zijwind. Zij komen nooit aan. De duivenklok tikt eeuwig de vlucht des levens en feit of verzinsel wordt nooit ingeprikt. Ik ben. Als ik word, ben ik niet langer ik ben. Spring ik in de tijd van het te zeggen, ben ik verzinsel van adem. Doch zonder adem ben ik niet spelbaar, gratuit teken. Het orgel kreunt, de blaasbalg krimpt. Wie staat nog rechtop om de traverso der gelijkmoedigheid te spelen? Geen enkele dissonant krijgt nog krediet. De metronoom breekt het hart bij het teveel aan stilte. Molshoop in gehoorgangen.
verzorgde krul in het schaamhaar, het pastelrood in de diepte van de lipscheur. Het lied heeft de tekst van een verzengde krantenprop. Overal roet onder de schedel en loden diafragma, klokken op drift. Naast het aquarium staan de ogen op stokjes, de illusie zichzelf vis op het droge te weten. Het water tekent scherp de holte van zijn afwezigheid. Het anders zijn maakt het stof en adem overbodig. Alles is mogelijk in woorden. Al dat mogelijke is feit. Pijn en lust zijn anders, uitgebloed en de springveren versleten. Het denken buiten water, wind en zandkorrel, echo van onuitspreekbaar mogelijks. Ik heb het niets aangeraakt. Het staat hem tot de lippen. Naamloos, begin nog einde. Alles is verloop. Ook de genommeerde meter. De rest is schaakspel. In ijsblok of luchtzak. Om het even. Met één of geen been buiten de ingebeelde coördinaten. De droom hangt uitgebeend aan de haak. Buiten heerst chaos van braambes, liguster en klimop. De woeker van varen en vlier. Alles verplant onder de schedel. Trek de grens tussen in en uit, hier en ginds, nu en toen. Het tevergeefse verleent zin, verhouding. Fenomenaal goed, hè? Ja, ik vind dit fantastisch. Willy Roggeman, de gedichten. 2003-2019. Je kan trouwens die twee bundels, dus zowel deel 1, dat eigenlijk niet meer te krijgen is, en deel 2, wat net verschenen is bij het Balanceer, kan je samen kopen voor €60, zowaar, via de website van het Balanceer. Even korte sluikreclame, die eigenlijk geen sluikreclame is. Ik ga hier gewoon afsluiten en ik ga ze nog wat bladeren en snuiven. Hij ruikt ook echt heel lekker. En misschien afsluiten met een quote op de achterflap van Dirk de Geest. Dirk de Geest die zegt: Willy Roggeman blijft een uniek oeuvredichter. Voor hem zijn teksten geen afzonderlijke creaties, maar integendeel bouwstenen voor een veel groter, bewust geconstrueerd geheel. Hij beheerst de kunst van het gedragen woord en de precisie van de taal in al haar facetten als geen ander. Voilà. Willy Roggeman, ik ben van u, hopelijk ook. Ciao.